Hallo daar, lieve mensen in Holland. Daar zijn we weer. We willen jullie allemaal even de hartelijke groeten doen vanuit een zonnig Thailand, the Land of Smiles. We willen jullie even laten weten hoe wij hier leven en wat wij hier allemaal uitspoken om aan de kost te komen. Op dit moment zijn we doende met het in elkaar flonzen van onze speelfilm The Flamingo Family. De film moet een comedy worden, maar het is een drama om het allemaal goed in beeld te krijgen. En ik heb oorlog met mijn vriendin vanwege die sexy meisjes hier. Deze film valt dus onder drie categorieën. Comedy, drama en oorlog. In deze film laat ik jullie de verschillen zien tussen Oosterse en Westerse culturen. Vorige week hebben we 60 uren gefilmd voor 5 seconden film. Tek, laat de mensen even zien hoe dat ging. See. One more question. Do you sell extra large condom? Welcome at the first flamingo. ฟังเขาพูดแล้วมันสับสนเดี๋ยวขออ่านเองได้ไหม Yes, fishing balls. That's a good idea, Jerry. ครับ No good. Yes. Do you remember? You do. Een drama dus. En oorlog thuis. Een voorbeeld van cultuurverschil. Kun je wat van leren? In Holland geeft men elkaar bij begroeting een hand. Klein voorbeeld. Hier in Thailand begroet men elkaar met een waai. Hier raakt men elkaar niet aan. Althans, niet in het openbaar en buiten. Buiten mag je nergens aankomen. Maar binnen, ja binnen, dat is een heel ander verhaal. Binnen mag alles. Maar dat zien jullie niet in deze film. Right, ladies? Nee, nee, nee. Jullie vragen je wellicht af. Waarom zit hij op de motor? Wel, mijn motor is mijn beste vriend. Motorfietsen zijn beter dan vrouwen. Waarom, Jerry? Motorfietsen gaan langer mee en worden niet zwanger. En je kunt er iedere dag van de maand op rijden. Ja mensen, het leven is hier geweldig en relaxed. De adembenemende natuur is je debetaal.